kijken naar deze nieuwe video. Het is vandaag 1 januari en dat betekent de allereerste dag van 2017. Wow, spectaculair. Nee. Het is gewoon de volgende dag. Maar goed, als je gelooft in een nieuw jaar, een nieuw begin, een nieuw boek, weet ik veel wat allemaal. Doe het lekker joh. Ik doe het niet. Toch wens ik iedereen een heel erg gelukkig nieuwjaar. Want, ach, dat kan nooit kwaad. Maar weet dat ik jullie volgende week ook een gelukkig nieuwjaar wens. En de week daarop ook weer. Ik wens jullie gewoon gelukkig altijd. Want dat wens ik jullie echt heel erg toe. En dat vind ik heel belangrijk. Dat je gelukkig bent. En als je het niet bent, dan komt er echt wel een dag waarop het beter is. En goed, dat was de diepe boodschap van vandaag. Wat ik vandaag ga doen, hebben jullie misschien al op Instagram kunnen zien. Als je me daar volgt, als je me daar niet volgt. Doe dat even. Want nu heb ik iets heel belangrijks gemist. Ik ga namelijk een Q&A doen vandaag. En sommige van jullie die mij dus volgen op Instagram hebben me vragen gesteld. En daar ga ik er nu een paar van beantwoorden. Ondertussen lak ik mijn nagels. Want vanavond is het oud en nieuw voor mij. Het is nu zaterdag en morgen zondag. Nu voor jullie is zaterdag. What? Really? Ik dacht dat het vuurwerk zou storen, maar dan gaat er iemand boren. Goed idee, laten we gaan borrelen op oudjaarsavond. Nou, het is geen avond, maar... Lang genoeg gekletst, laten we beginnen met de Q&A. Jamsijn vraagt, als je voor een dag een dier mag zijn, welke dag zou dat dan zijn? Nou, kijk, het ligt heel erg aan welk dier ik zou willen zijn. Als ik een kat ben, dan wil ik niet dat het te warm is. Maar ook niet te koud, gewoon chill. En als ik een hond ben, dan wil ik juist op een warme dag. Zodat ik ga wandelen met mijn baasje en in de rivier kan zwemmen of zo. Sowieso niet op oudjaarsavond. Want dieren houden niet van vuurwerk. I don't know. Niet op mijn verjaardag, niet op oudjaarsavond. Niet te warm, niet te koud. Ik kan helemaal geen vragen beantwoorden en nageslapen tegelijkertijd. Nisa underscore LaagX vraagt, steek je vuurwerk af? Zo ja, wat voor vuurwerk? Ja, ik steek vuurwerk af. Wat voor vuurwerk? Geen idee. Mijn broer en zijn vriend kopen elk jaar vuurwerk. Julia underscore Katelijne vraagt, wat is jouw leukste moment van 2016? En nou, dat vind ik moeilijk. Ik moet zeggen, ik heb ontzettend veel leuke dagen gehad in 2016. Ik heb bijvoorbeeld hele leuke dagen op mijn vakantie gehad in Italië. Omdat het gewoon zo mooi was en daar kan ik zo van genieten. Ik heb mooie dagen gehad dat ik met vriendinnen foto's ging maken en dat het ook zo mistig was bijvoorbeeld. Of dat ik dacht dat ik met mijn bonbonnetjes vriendinnen af ging spreken. Waar laatst ook een video van online kwam. Dat ik een kerstparty had met mijn hele vriendengroep. Maar ik had in ieder geval heel erg veel leuke momenten in 2016. Natuurlijk ben ik ook heel erg gegroeid met YouTube in 2016. Mandy Kasberger vraagt, wat is je doel voor 2017? Ik ben niet zo heel erg van het stellen van doelen. Maar gewoon, ik denk dat mijn doel net als in 2016 gewoon is... Make memories, maak leuke herinneringen, doe leuke dingen, geniet van leuke dingen. Timo underscore Hesseling04 vraagt, hou je van zwanen? Wat ik even zwaantje heet. Ik weet niet, mijn naam is natuurlijk Eva Zwanenburg en... Ik voel altijd wel een connectie met zwanen, dan denk ik, wow, wij zijn cool samen, weet je wel. Maar eigenlijk ben ik ook wel bang voor zwanen, omdat ik weet dat ze heel agressief kunnen zijn. En ik ben een soort van een keer achterna gezeten door een zwaan. Dus ik weet dat ze mij haten. En toch voel ik een band. Maar toch voel ik hem niet. Dus ja, ik hou van zwanen, maar ik ben wel bang voor ze. Isabel.Delani vraagt, wat is je beste herinnering aan BBB2? BBB2 is mijn bovenbouwklas op de basisschool. En ik denk dat de leukste herinneringen aan kamp zijn. En dan vooral Hapskamp of Zeelandkamp. Dat waren twee zulke leuke kampen. Wander underscore Groenewoud vraagt, gaan we nog een keer samen een video opnemen in 2017? Nou Wander, eigenlijk wil ik dat niet. Want ik vind je eigenlijk helemaal niet leuk. El Jasper vraagt, wie liever, Rick van der Vels of Shawn Mendes? Weet je wat het is, Rick? Ik wou zeggen, ik vind je aardig, maar ik ken je eigenlijk niet. Behalve dan dat je bij me in de klas zit. Maar ik heb gewoon zo'n harde crush op Shawn Mendes. Dus ik zou voor Shawn Mendes gaan. Marloes underscore V underscore AFst. Sorry, ik vind dat je een moeilijke naam hebt. Vraagt, zou je het leuk vinden om een keer een video met een kijker op te nemen? Ja, ik zou het leuk vinden denk ik. Maar ik zou het ook wel heel erg awkward en moeilijk vinden ofzo. Omdat ik niet het gevoel heb dat ik echt kijkers heb die een video met mij willen opnemen. Ik bedoel... Ja, ik ben ook maar gewoon Eva die video's op de kamertje maakt. Als ik met iemand afspreek en die zit van, oh dat Eva? En ik zit zo van, ik? Wat? Waar? Ik? Noah7809 vraagt,
Oh, mijn god, leuk gemaakt. Wat? Dat is geen vraag. Huh? Volgende. Veertje underscore 3011 vraagt, heb je goede voornemens voor 2017? En eigenlijk heb ik dezelfde voornemens, natuurlijk het doel van geniet van alles, maar ik heb ook voornemens van gezonder eten, meer bewegen. Nou, dat is eigenlijk geen voornemen, want ik weet dat ik het niet ga doen, omdat ik het eigenlijk gewoon niet leuk vind. Oké. En meer in mijn dagboek schrijven. Ik heb zo'n klein boekje en daar wil ik gewoon meer gaan schrijven, een soort van als ik me blij voel, dat is een dag. Oh mijn god, ik hoop niet dat jullie last hebben van dat geboor. Hele otte vraag, welke video die online staat zou je graag nog een keer willen opnemen en editen? Nou, ik vind het lastig, maar ik zou, hoe jongens denken dat de ochtendroutine van een meisje is, opnieuw willen opnemen. Want het licht is lelijk, ik had bij de intro te kletsen te veel make-up op. En blijkbaar begrepen heel veel mensen niet wat het idee erachter was. Nieke V. Trek vraagt, waar zou je heen willen op vakantie? En ik wil heel graag, ik ga naar New York, oh my god. Mijn opa en oma en nemen mijn broer mij mee naar New York in februari. En oh my god. Daar wil ik heen op vakantie en daar ga ik heen op vakantie. Jant Albers, wat was je favoriete dag van het jaar? Ik denk mijn verjaardag, maar ook nog niet. Nee, weet ik niet. Dat is niet bepaald een dag. Gewoon de dagen dat ik me heel erg blij voel. Daar, ja, die dagen zijn de leukste dagen van het jaar. Kathleen underscore Heimer vraagt, zou je ooit een tattoo plaatsen en zo ja, welke en waar dan? Ik zou graag een tattoo willen, maar ik vind het een beetje eng aangezien ik denk dat het er later niet mooi uit gaat zien. Maar ik zou dan, denk ik, hier op mijn rechterpols. Zo, wat een mist van dat vuurwerk buiten. Maar goed, ik zou dus op mijn rechterpols een lavendel stokje willen. Want ik heb ooit een keer op vakantie me laten testen doen of zo. En dat lavendel was dan mijn geur die bij mij past. En ik vind lavendel heel erg leuk en mooi en lekker. Dus die zou ik hier willen. Of een camera, maar ik denk lavendel. Davina.xad vraagt, nooit meer muziek of nooit meer YouTube? Weet je, muziek is heel belangrijk. Maar ik luister niet zo heel vaak muziek. En ik kijk wel vaak YouTube. Dus ik denk dan maar nooit meer muziek. Ook al zou dat voor heel veel mensen shockend zijn. In ieder geval voor jou. Ik weet dat jij voor muziek zou kiezen. Kiara.omens vraagt, hoe denk je dat anderen jou zien slash ervaren? Dat vind ik echt een lastige vraag. Want dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik weet wel dat er niet veel mensen zijn die een hekel aan me hebben. Of in ieder geval laten ze dat niet weten. En dat vind ik heel prima. Houd het lekker voor jezelf. Ik denk dat veel mensen ze of me ervaren als een heel gek kind. Wat heel hyper is, maar wel aardig. Of ervaren als een kind dat verlegen is en geen idee heeft wie het is. Maar goed, ja. Zit me met last, ja, weet ik veel. Maar ja, ik denk dat het één van die twee is. En ik hoop bij de meeste de eerste, want zo wil ik mezelf graag zien. Sime underscore hipster vraagt, ben je op school eens een keer aangesproken herkend? Ik ben aangesproken, dat was een jaar geleden. Maar ik weet van die mensen dat ze mij daarvoor ook al kenden. En ze waren helemaal van, oh my god, Eva, mag ik met je op de foto? En ik zat echt van, you're kidding, right? Wat? Verder ben ik eigenlijk nog nooit herkend, ja, via WhatsApp. Omdat ik dan in WhatsApp groepen kom en was van, oh, ben jij die Eva? Maar nog nooit op school. En ja, als je mij wil herkennen, ga naar de YouTube Gathering, want ik heb weekendtickets. En dan wil ik jullie nieten. Dus, I see you there. Toen van mijn camera uit, maar hey, daar ben ik weer. Het is tijd voor de allerlaatste vraag. En die is van Meerte underscore Westrik. En zij vraagt, wat is je lievelingssteen? Wat? Wat? Nou, niet mijn kleine tenen. Nee, ik denk mijn grote teen. En dan mijn rechter, want ik hou altijd meer van rechts, want ik ben rechts en ik weet niet. Van links en zo cool, maar ik heb ook voorkeur voor rechts. Dus mijn rechter grote teen. Dat zijn alle vragen die ik in de Q&A van vandaag ga beantwoorden. Het zijn niet alle vragen die ik heb gekregen, wel bijna allemaal, maar ik kan ze niet allemaal beantwoorden. Waar ik eigenlijk heel blij om ben, want ik ben altijd bang dat ik niet genoeg vragen krijg. Maar ik ben toch interessant genoeg om dingen te vragen. Ik hoop dat jullie mijn eerste video van 2017 leuk vonden. En ik hoop dat je ook de rest van 2017 blijft kijken. Als je toch nog dingen afvraagt, laat ze me weten op de Instagram post die ik heb geplaatst. Of hier onder deze video. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Doei!